30 minutes extra, nummer 1428, met een uitzending voor vandaag, 3 oktober 2018. Dus het bulletin van woensdag. Ik was nog bijna met PA0ETE begonnen, maar dat is dus niet nodig. Om daarmee te beginnen, vandaag en volgende week komen de Slowscan radio-uitzendingen helaas te vervallen vanwege wat onschuldige gezondheidsproblemen. Ik moet het een paar weken rustig aandoen en dat in een periode dat mijn werk juist heel druk is. Daily Minutes blijft wel gewoon in de lucht. Vandaag is de data 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. Verder is het deel 7 uit de serie over zelfbouw en deel 5 uit de serie over de Duitse krimi. Verder is het deel 1 uit het ongelooflijke verhaal van ene Stuart Hill die zijn eigen land begon en daar nog in slaagde ook. Dit is deel 7 van de serie over zelfbouw. Ik wil deze keer eerst beginnen met iets over deze serie zelfbouw te vertellen. Wat Misha vanochtend heel terecht opmerkte is dat ik niet alles vertelde, CQ, misschien wat te kort door de bocht ging, door te stellen dat de versterking van een transistor voor gelijkstroom hetzelfde is als voor wisselstroom. Een transistor is een ingewikkeld ding en wisselstroom en een transistor liggen elkaar doorgaans niet heel goed. Het is een ongemakkelijk huwelijk, maar wel een huwelijk dat werkt en dat al heel lang stand houdt. Met name voor de hogere frequenties zijn transistoren een ingewikkeld samenspel van impedantie en verschillende reactanties die bovendien met de frequentie sterk verschillen. Hoe anders is dat bij buizen? Bij de specificaties van buizen wordt gesproken van de steilheid van een buis. En inderdaad, een flink deel van de versterkingskarakteristiek vormt een behoorlijk rechte lijn bij buizen die diagonaal over de grafiek van de versterking van die buis loopt en dat zonder dat de lijn slingert. Bij transistoren wordt nooit over steilheid gesproken. Dat zegt denk ik voldoende. FETs lijken overigens meer op buizen, maar dat terzijde. Transistortypen die je als eerste versterker gebruikt voor een ontvanger op bijvoorbeeld 70 of 144 MHz of hoger, die hebben in het ene geval bij een capacitieve misaanpassing de grootste gevoeligheid en bij een andere frequentie is dat dan weer een inductieve afwijking. Ook deze stelling is alweer een vereenvoudiging, want in feite bedoel ik hier niet de gevoeligheid maar het ruisgetal. Dit is wat ik in deze serie vaak zal doen. Ik vertel je alleen de dingen die je nodig hebt om te doorgronden waarom je in een schakeling bepaalde keuzen maakt. En dat vertel ik je vooral om je te laten zien dat je sommige aanpassingen in een schema kunt doen en andere toch beter weer van niet. Iets anders is dat ik deze serie niet maak om je voor het examen klaar te stomen. Er zijn in deze hobby genoeg plekken waar je daarvoor terecht kunt. Het is tegelijkertijd echter wel zo dat je door meer inzicht en begrip waarschijnlijk ook een paar zaken voor het centexamen beter zult doorzien. Deze serie is echter primair bedoeld om wat van het aloude enthousiasme voor het zelfbouwen terug te halen. Mensen te laten zien dat je met heel weinig inspanningen dingen kunt maken die je in de vorm waarin je ze misschien wilt hebben helemaal niet kunt kopen. Waarom zou je genoegen nemen met het geluid van een microfoonversterker zoals een fabrikant in een totaal andere cultuur dan die van ons die het best vindt klinken? In andere talen wordt een stem vaak heel anders gebruikt dan bij ons het geval is en wat je koopt is vaak een grote gemene deler. Een apparaat moet liefst in een heel werelddeel of nog beter over de gehele wereld acceptabel klinken. Dat is toch een compromis. Je kunt de waarheid van deze stelling zien aan de eerste voor amateurgebruik geschikte VHF en UHF apparaten die vanuit China hierheen kwamen. Ze waren ons heus niet vergeten, nou ja, ons werelddeel dan. Er zat een Engelse handleiding bij en de mevrouw uit de speaker die af en toe ook zei dat ze overtuigd was, die sprak een soort Engels waar wij goed mee uit de voeten kunnen. Alleen de modulatie van die eerste apparaatjes, die was verschrikkelijk dof. Dat was geen technische fout. Bij Aziatische talen neemt de verstaanbaarheid van de communicatie namelijk flink toe als het geluid donkerder wordt. Wat ze in die tijd in China nooit aan gedacht hadden, was dat het met de verstaanbaarheid voor nagenoeg alle niet-Aziatische talen precies andersom is. Wij kunnen juist met veel hoge tonen de dingen meestal beter verstaan. Ze hebben die vergissing overigens snel ingezien. De meeste Chinese apparaten die naar Europa en de andere werelddelen gaan, die hebben tegenwoordig een kristalhelder geluid. Je hebt alleen pech als je er eentje koopt die eigenlijk voor de interne Chinese markt bedoeld was. Die klinkt dan namelijk nog net zo dof als de eerste apparaten die destijds hierin kwamen. We waren gebleven bij de transistor gisteren, waarbij in het voorbeeld van een denkbeeldig transistortype de vrij kleine stroom die de basis inging, 100 maal zo sterk van collector naar emitter ging lopen. We komen nu bij een tamelijk onsympathieke eigenschap van transistoren. Transistoren reageren tamelijk snel op temperatuurverschillen en dat ook nog op een onaangename manier. Het blijkt namelijk dat die factor 100 uit het voorbeeld ineens flink toeneemt als de transistor slechts een klein beetje warmer wordt.
dat kan vrij snel uit de hand lopen. Want hij gaat namelijk niet alleen meer versterken als hij warmer wordt. Als hij meer gaat versterken als hij warmer wordt, dan gaat er bijgevolg ook meer stroom lopen. En als er meer stroom loopt, dan wordt hij dus nog weer warmer. Waardoor dus de versterking nog meer toeneemt en de stroom en de temperatuur, etc. Je snapt het al, de gemiddelde transistor, ik zal het maar gewoon zeggen, die heeft vrij letterlijk zelfmoordneigingen. Tenzij je daar wat aan doet. Ik snap al die oude buizengabbers wel hoor, een buis loopt niet zomaar weg. Ik bedoel, een buis loopt niet snel uit zijn instellingen weg. En als het toch gebeurt, kun je lang van tevoren zien dat het misgaat. En het gaat niet mis, niet bij buizen. Gelukkig kun je er bij die transistoren wel wat aan doen. Door een transistor bijvoorbeeld voor gelijkstroom een tegenkoppeling te geven. Dat is wat bij de meeste versterkertransistoren standaard dus gebeurt. Een tegenkoppeling die is niet zo ingewikkeld te begrijpen. Het tegenovergestelde van een tegenkoppeling is een meekoppeling. En die kennen we allemaal wel. Het rondzingen van een geluidsversterker is een meekoppeling. Bij een meekoppeling wordt het geluid alsmaar meer versterkt, doordat het steeds vaker rondgaat tussen microfoon, versterker en speaker. In al die keren versterking wordt een kleine resonantie in de keten telkens extra versterkt en dus steeds groter. En uiteindelijk resulteert dat in een pieptoon. Als je dit hetzelfde doet, maar dan in tegenfase, dan wordt de versterking juist kleiner. Op een gegeven moment treedt dan ook een evenwicht tussen alle grootheden in. We willen die tegenkoppeling echter alleen maar voor gelijkstroom, want we willen natuurlijk de wisselstroom wel blijven versterken. Als je dat bereikt, die tegenkoppeling, dan wordt met een toename van de stroom, bij warmer worden, de stroom niet telkens groter, maar juist kleiner. En dan stabiliseert de stroom bij veranderende temperatuur telkens op een acceptabele waarde. Overigens heeft het bij veel toepassingen ook nut om voor de wisselstroom ook een klein beetje tegenkoppeling in stand te houden. Hoe meer tegenkoppeling namelijk, hoe minder vervorming dat er optreedt. Ja, om te beginnen, ik heb de serie over de Duitse Krimi natuurlijk al lang geleden geschreven. Dat is in 2009 geweest. En sinds die tijd veel veranderd. Een aantal van de series die ik noem, bijvoorbeeld de serie Einfall für zwei, die is opgeheven. Wat ik wel zie is dat, ik heb nu een overzicht voor me van, ik doe dit een beetje voor de vuist weg hoor, maar ik heb hier een overzicht voor me van alle Duitse krimis van de, ja, sinds de begintijd, zeg maar, met jaartal. En ik heb ze even op jaartal gesorteerd. De nieuwste vooraan, Matula. Dat is een naam die meteen in het oog springt. Want dat is de naam van de detective in de serie Einfall für zwei. Waar de aflevering van de krimi, van het verhaal over de krimi, vandaag ook over gaat. Dat blijkt een speelfilm te zijn die uitgezonden is op de ZDF in 2017. Dat was Theo Gertner. Die speelt Jozef Matula. Dat is wel opmerkelijk, want die is al behoorlijk op leeftijd. Volgens mij is hij al ergens in de 70. De man is ook een beetje een autocureur, weet ik. En ja, het is toch een hele opmerkelijke acteur die, ja, behalve wat, een wat rimpeliger gezicht, er eigenlijk al die tijd hetzelfde ook is blijven uitzien. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd naar die film, of ik die ergens kan vinden. Ja, ik zie een hoop andere series, ook Beck is Back. Dus eerst Detective Beck, B-E-C-K, en dan is Beck met een A. Soko Hamburg, Bad Cop, Criminel Good. De Barcelona Krimi, Einstein, dat zal Andy leuk vinden. De Oost-Friesen Krimi, ja, die Oost-Friesen-witsen, die kennen we nog wel. Jarenlang, wij hadden de Belgenmoppen. Die hebben we nog steeds, maar jarenlang in Duitsland hadden ze twee soorten. De ene dat waren de Oost-Friesen-witsen en de andere dat waren de Mantafarer-witsen. Maar die laatste die is een beetje uitgestorven. Volgens mij is dat van de Oost-Friesen nog steeds wel een beetje in gang. Wapo Bodensee, de Athene-krimi. Nou, ik moet het toch eens gaan uitzoeken. Misschien heeft het toch wel zin om een soort vervolg op de serie te maken. Die heeft volgens mij 8 of 9 afleveringen. En vandaag is het aflevering 5. Ja, dus aflevering 5. Een beetje vreemde eend in de bijt bij deze programma's is het voor dezelfde zenders als Der Alte, ZDF, SF en ORF gemaakt Einfall für zwei. Het programma werd doelbewust als tegenhanger voor het gangbare genre van de krimis bedacht. Het is bij Einfall für zwei niet een rechercheur van politie die de hoofdrol speelt, maar een duo van een advocaat, door hem ingeschakelde privédetective. Dat geeft een heel ander spanningsveld. Waar een politieman het mandaat van de overheid heeft, heeft de private detective Matula alleen het mandaat van zijn klant. Regelmatig ligt hij dan ook juist met de politie in de clinch, die op zijn best niet gelooft dat wat hij wil bewijzen waar of bewijsbaar is.
Overigens is er ook bij Tatort niet altijd een politiecommissaris die in de afleveringen voor de opsporing verantwoordelijk is. Zo maakte de WDR tussen 1971 en 1973 7 afleveringen met in de hoofdrol douanehoofdinspecteur Kressin. En de ORF maakte in 1986 een aflevering met in de hoofdrol journalist Alexander Lutinski, die overigens alleen bij de ORF zelf is uitgezonden. Voor de start van Ein Fall für zwei op 11 september 1981 werd uitgegaan van een jonge dynamische advocaat en een wat oudere brommerige detective. Uiteindelijk werd toch gekozen voor een veel oudere advocaat en een jonge detective, gespeeld door Klaus Theo Gertner. Inmiddels is de serie met de ouder wordende hoofdrolspeler en die is in 2009 66 geworden. En de vierde advocaat op rij nog alsnog bij het oorspronkelijke concept beland, ja. De jonge dynamische detective die is inmiddels ook wat ouder geworden. Het thema van elke aflevering in de serie is eigenlijk uiterst simpel en volgt een eenvoudig patroon. Toch zijn de afleveringen verre van saai. Een belangrijk verschil met de politieonderzoekers is dat Matuladi niet gehinderd wordt door een staatsmonopolie op geweld, er wat ruwere methoden op nahoudt en er bijvoorbeeld niet voor terugduinst om met iemand op de vuist te gaan. Een vrijwel constante factor in de serie was secretaresse Helga, die er vanaf aflevering 24 bij was. Helga kreeg pas in aflevering 128 een naam, Sommer, een achternaam, die door een fout in het script in aflevering 182 vervolgens anders geschreven werd. In oktober 2008 verdween Helga uit de serie en ze werd na een persbericht dat actrice Renate Koon met pensioen gestuurd was vanaf aflevering 258 vervangen door Caroline Grootkaar in de rol van Christine Wernstedt. Tussen het jaar 2006 en het voorjaar van 2007 kwamen in vrijwel iedere aflevering van de serie scènes voor die in een stripclub speelden, waarbij de topless geklede strippers telkens maar heel kort in beeld waren. Steeds moest Matula in zo'n club zijn om er in die ene aflevering een klant en in de volgende weer een nachtclub-eigenaar te verhoren. Het thema van dezezelfde setting van een scène werd in dezelfde periode door meerdere van de Duitse crimiseries toegepast om de kijkers aan zich te binden. Ja, en dan in de serie Micronaties het ongelofelijke verhaal van Stuart Hill en Forvik, het landje Forvik. Dit verhaal is waar gebeurd. Bij Micronaties is altijd sprake van uiterst kleurrijke en excentrieke figuren. Dat maakt het ook zo leuk. Ik bedoel maar, wie haalt het anders in zijn hoofd om niet alleen de onafhankelijkheid uit te roepen, maar ook om zichzelf tegelijkertijd tot staatshoofd, prins of zelfs koning uit te roepen? Stuart Hill is zo'n kleurrijke figuur. In 2001 bouwde de toen 58-jarige Hill een grote roeiboot om tot een in zijn eigen ogen zeewaardig schip, de Maximum Exposure, maximale publiciteit, compleet met surfplankzeil als aandrijving. Hij wilde met het slechts 4,6 meter lange bootje rond Engeland varen om geld voor een liefdadig doel in te zamelen. Volgens diverse experts was het plan vanaf het begin af aan gedoemd te mislukken. Het schip was gewoonweg niet geschikt voor het door Hill beoogde doel. Hij begon zijn tocht een maand te laat. De hars die hij gebruikte voor het behandelen van zijn boot bezorgde hem een allergische reactie die hem ruim vier weken lang belette te vertrekken. Al enkele minuten na zijn vertrek, eind mei op de rivier Stour, niet zo heel erg ver bij Zeeland vandaan trouwens, kwam Hill in aanvaring met een andere boot. Maar hij liet zich door de mogelijke averij niet hinderen en in 6 dagen tijd legde hij vervolgens toch zo'n 100 mijl af. Op dat moment ging het opnieuw mis, een boos voorteken van wat er nog zou komen. In dit geval was de van een surfplank afkomstige zeilmast van het bootje gespleten en Hill moest door de kustwacht een haven worden binnengesleept. Hij was nog niet aan wal of hij begon t-shirts te verkopen om zijn actie te ondersteunen, waarbij hij prompt gearresteerd werd omdat hij niet over de vereiste ventvergunning beschikte. Na 3 weken was de schade gerepareerd en met de slechts denkbare weersvoorspelling op zak zette hij opnieuw koers richting het ruim de Sop. Het duurde door het noodweer 3 dagen voordat hij slechts 3 mijl was opgeschoten. Ongevraagd schoten een reddingsboot en een helikopter hem te hulp, waarbij Hill liet weten dat hij niet op enige hulp zat te wachten en tegen het advies van de hulpverleners in volhardde hij in de voortzetting van zijn tocht. In de dagen erop kregen de hulpdiensten diverse verontruste telefoontjes van mensen aan de kust die ervan uitgingen dat Hill op het punt stond te vergaan. Ja, morgen verder. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.
Let op, er is een nieuwe URL waarop je de Daily Minutes kunt beluisteren. Dat is dmr.li. Net als de modulatiesoort dmr en dan .lima India. dmr.li. En microfoon naar retour.